Tamara, Berry, hoe is het? Nou, lekker hoor. Ja? Gemakje. Ja, daar. En luister, hey, we zijn in jullie nieuwe zaak. Eindelijk. Ja. Sinds, wanneer was ik voor het laatst van jullie te aankondigen? Dat is al half jaar geleden, zoiets. Het is oktober was dat. Ja. Nou, en jullie hebben grandioos verbouwd. Ik heb al wat shotjes gemaakt, maar nou ja. Ja, het is fantastisch. Onherkenbaar is het geworden. Ja, onze vaders hebben het hart van de zaak, de bar, beneden dan gemaakt. En het onderste gedeelte door mijn vader, het bovenste gedeelte met de metalen constructie, staalconstructie van Bert's vader. Dus, heel veel hulp gehad, maar ook heel veel zelf gedaan. Mooie bezieling, ja. Hey, maar even kort samenvatten de dingen, want de vraag die iedereen stelt, stopt nu El Mosquito, dat stopt niet. Hè? Dat heb ik goed begrepen. Dat draait gewoon door. Maar de allerbelangrijkste vraag is nog van de nieuwe zaak. We hebben het natuurlijk over de naam al een paar keer gehad, maar hoe gaat die heten of hoe heet die? Mag ik het zeggen? De Basiliek. De Basiliek, dat is een prachtige naam. Dus niet de King Kong Bar, wat de halve stad denkt, maar de Basiliek. Wat, de King Kong Bar werd dat genoemd, ja? Die had ik nog niet gehoord. De Basiliek, maar de Basiliek is een prachtige naam. Ja. En de Basiliek, dat, ja, het verwijst denk ik ook een beetje naar de kerk die naast jullie pand zit. Ja. Nee. Ja, van oudsher, nee, ik zeg jij, ik zeg maar. Nee, we zochten een naam voor een plek waar mensen samenkomen. En in de oudheid was een basiliek, in de tijd van de Romeinen en daarvoor al, een plek waar de mensen samenkwamen in een dorp of in een stad. Ja. Daar is het eigenlijk allemaal vanuit staan. En volgens mij is dat ook het begin van de horeca geweest. Ja, oké. Okay. Daar zijn de herbergen ontstaan en de restaurants en de hotels en alles. Maar we zitten de Koolkerkplein 1, dat is de straat, Koolkerkstraat 1. Ja. En nou ja, ik kom binnen. Het eerste wat mij opviel, want ik wist echt van tevoren niet wat jullie allemaal aan het doen waren hier. En ik had het idee dat het een heel modern, licht restaurant zijn. Maar tot mijn verbazing had ik gelijk het kroeggevoel toen ik binnenkwam. En dat is natuurlijk niet voor niks. Want het is ook echt een eetcafé, hè? Dat is ja, jullie opzet. Ja. We wilden iets maken waar je thuis voelt. En ja. Wat toch ook het gevoel van vroeger gaf, maar ook het gevoel van nu. En daar hebben wij een balans in gezocht. Ja. We hopen dat dat een beetje gelukt is. Maar wat ook, ook heel veel mensen dachten, of gewoon zeggen op het terras zo van, ja, gaan ze daar Spaans doen, maar dit is niet een Spaans restaurant. Wat voor kaart gaan jullie hier voeren? Ja, een beetje tussen een bistro en een eetcafé. En het is gewoon herkenbare menus voor een leuke prijs, een goede kwaliteit. Maar we gaan niks... Een Burgondische keuken met wat mooie klassieke gerechten. Ja. En, steak tartare zag ik al, dat vind ik heel erg lekker. Maar ook, ik zag een stoofpotje bijvoorbeeld. Ja. Vis en vlees hebben jullie ook. Ja. Doen jullie nog speciale dingen met vega? Of, We hebben mooie vega gerechten inderdaad op de kaart. Dus voor ieder wat wils. Oké, okay. En is de website al in de lucht? Kunnen mensen al ergens kijken wat het over is? Over een uurtje. Over een uurtje, ja. Ja, het is echt een valreep. En de bovenverdieping gaat pas volgende week open. Ja, daar zijn we nog de laatste dingen aan het ophangen. Alles ophangen en ja, maar je hangt van alles aan. Je hebt ook een paar herten geschoten, zie je. Ja. Nee, maar je hebt mooie dingen. Ik zie daarachter bijvoorbeeld een wand vol met suikerzakjes van oude Middelburgse zaken. Ja. Ik zag boven een brigand. Volgens mij heeft hij wel eens in een andere zaak ook gestaan. Ja, heb in een andere zaak gestaan. Ja, dus je haalt ook nog een beetje Middelburgs verleden terug. Ja, zeker. Ja. Ja. Het wordt gewoon super. Hè? Dus ik feliciteer jullie van harte. Daar komt net een horecabaron voorbij, volgens mij. Ja. Die komt ook al even kijken. En even de openingstijden, want je gaat dus nu in feite half open. Maar het is nu vrijdag net voor Pasen. Dus vanmiddag begint het. Ja. Kunnen mensen ook al komen eten? Ja, op reservering. Want we gaan in de Mosquito zijn we natuurlijk vol open. Gaan. We gaan hier iets behouden mee open. Ja. Om het even goed te laten landen. Dus een nieuwe keuken, een nieuw team, een nieuwe kaart. En een lift hebben jullie gebouwd. Dat vind ik ook wel bijzonder. Ja, een voedsellift hebben we gebouwd. Ja. Omdat natuurlijk de trap op en af is niet al te lekker voor je knie. Nee. Nee, die hebben we bewust gebouwd. Maar we gaan open van 11 tot 11. En we draaien eigenlijk lunch, borrel en diner. 7 dagen in de week? 6 dagen. 6. In de week. Ja. De maandag niet? In de seizoenen gaan maandag we wel op maandag. Ja, oké. Okay. Behalve in de seizoenen. Dan gaan we in het seizoen zijn we open. Maar maandag zijn buiten de seizoenen maandag. Nou, superleuk. Dat is, ik wens jullie ook gewoon heel veel succes. En, dankjewel. En dat is ook een zaak waar ik dus ook gewoon aan de bar een biertje kan komen drinken. Zeker, ik hoef niet speciaal te komen eten. Nee, ja, nee. En ik kom binnenkort nog bij jullie terug, want hier in de omgeving gaan jullie sowieso nog van alles doen. Maar daar komen we later op terug. Ja. Hey, dank jullie wel en veel succes. Ja, dankjewel.